ontwikkeling. Eigenlijk de ontwikkeling die ze ook voorzien voor deze Elisa Dill. De nummer 3 van het WCKT, dat wereldbeker kwalificatietoernooi. Ze is ook de derde snelste Nederlander van dit seizoen. Achter Schouten en Groenewoud. En daar staat Rijpma de Jong niet tussen. Maar die kan wel snel. Regerend Nederlands kampioen. Op de 3 kilometer. Ready. En let wel, voormalig wereldkampioen. In 2021. En zij rijdt vaker onder de 4 minuten. Maar wordt ook steeds sneller, Rijpma de Jong. Richt zich ook wat meer op die 1000 meter. Wereldkampioen op de 1500. In het verleden wereldkampioen op de 3. Maar ze werd ook tweede van de wereld op de 1000 meter. Vorig jaar hier in Tiel. 19-5 voor Dull. Dat is een hele sterke opening. Voor Dull. Goed gevuld Tiel. Zien Rijpma de Jong onderdoor komen. Gaat er hard in. Ja, die moet hier de winst pakken. En ze kan dit. Het was de eerste afstand waarop ze richting de Spelen ging. Als junioren in 2014. Bijzonder is dat. Maar het is van die 3 en die 5 en wordt steeds sneller. Dat komt ook misschien omdat die 3 kilometer houdt de Spelen nooit de liefde terug heeft gegeven. 1 keer brons, 2 keer zat ze er flink naast. Terwijl ze op deze afstand ook echt heel sterk was. Wordt niet voor niets wereldkampioen. 1000 meter. Doorkomst voor Rijpma de Jong. 1,5 seconde ruim voor Robin Groot. Deze kruising gaat net aan goed. Dull snel daar bij het uitkomen van de bocht. Snel begin. 29-9, 30-5. Wordt het een oplopend schema of gaat Antoinette Rijpma de Jong de rondetijden nu vastzetten? 31-5 bijvoorbeeld. Lukt dat? 1400 meter, 31-3. Maar de snellere rondetijden, ook door die versnelling die Dull moest maken in die bocht naar de kruising, van 31-1. Ja, veel sneller dan deze Robin Groot. Maar die had een goede fase tot de 2200 meter. Toen kwamen pas die 2.33, 2.37. Het moeilijke is voor deze vrouwen dat ze niet alleen tegen groot rijden, maar ook een tijd moeten neerzetten. Als je weet dat Schouten en Groenewoud en Beunen nog moeten. Ja, de beste 3 gaan naar het WK. Dull sneller in de rondetijd dan Antoinette Rijpma de Jong. Kijk eens even, steekt brutaal onderdoor. Elisa Dull. Pas haar 2e keer op een NK 3 kilometer in actie. Ja, rijdt tegen een voormalig wereldkampioen. Elke race gaat beter. Maar Rijpma de Jong heeft er gezien. Kan ze nu aanhaken? Ze kan zich als geen ander vastbijten. 2 ronden nog. Rijpma de Jong heeft 2 buitenbochten en de laatste binnenbocht. Maar die gooit al wild met het bovenlichaam. Trap naar achteren. Beide vrouwen naar de 31-9. 2 seconden voorsprong op Robin Groot. Ja, dan moet nu die aanval van Dull komen. Dat weet Rijpma de Jong. Hij Dull beweegt makkelijker. En ze heeft meer en meer ook het geloof gekregen dat ze ook echt een lange afstandsschaatser is. Die heeft de beweging juist van de 1000 meter weggemaakt naar wat langere stukken. Het publiek krijgt wel hele mooie races hoor. Ja, echt vrouw tegen vrouw nog gevecht. We gaan naar de bel. Laatste ronde waar Dull nu afstand aan het nemen is van Rijpma de Jong. Die niet in paniek laakt, wel de armen op de rug. 2:05:17 de wind. Dull die gaat met deze rondetijd onder de 4:00. Dat heeft ze nog niet eerder gedaan. Elisa Dull gaat zich ook melden in de club van vrouwen die onder de 4:00 kunnen schaatsen. Nu begint Groenewoud nog dat laatste beetje kracht uit haar lijf te krijgen. Rijpma de Jong. Maar Dull is sneller. Elisa Dull verslaat hier de voormalig wereldkampioen. De regerend Nederlands kampioen ontroond door Elisa Dull die hier sneller is. Voor het eerst onder de 4:00. 3:59:87. Zij is in dit persoonlijke record voorlopig de snelste met nog 2 ritten te gaan. Zit ze bij de